kijken wie nu op die nu op top ligt. De Schuddenhoek. Ga maar eens aanstaan. In 5 lessen de cha-cha-cha leren. 700 leerlingen van basisscholen uit Hoogeveen en omgeving, die hebben dat gedaan. En vandaag mochten de 220 beste dansers van 12 scholen meedoen aan de battle. En dat gebeurde allemaal in de Tamboer in Hoogeveen. Het is vol op de dansvloer. In de voorrondes kunnen de 220 kinderen aan de jury laten zien dat ze kunnen stijldansen. Hoe is het nou om op die dansvloer te staan? Spannend. De kinderen hebben de cha-cha geleerd in maar 5 lessen. Je bent 5 lessen zo keihard bezig, ja, om ze manieren en opvoeding en op de vloer te komen. En als je dan ziet wat er dan uitrolt, ja, dat is gewoon, ja, dat is echt wel eer van ons werk. Ja, ik vind dansen best wel leuk, maar ik vind voetbal wel wat leuker. En waarom? Ja, je gaat scoren. Ja, dat is leuk gewoon. Dan kan je ook allemaal bekers winnen. Nou, een beker winnen, dat kan vandaag ook. Het is natuurlijk geen stoere sport. Laten we eerlijk wezen, vooral met de jeugd tegenwoordig. Maar hoe wij het laten zien en hoe wij het brengen, ja, het is een sport. En dat is gewoon leuk. En je doet het met elkaar. Wat heb je aan je arm? Oh, die heb ik gebroken. Met judo. Wij zitten ook bij elkaar op
judo en iemand ging bovenop haar duim zitten. Die zag ja, gelukkig geen benen, hè? Nee. En dan worden de laatste scores doorgegeven. De jury is klaar. 200 kinderen beoordelen lijkt mij onbegonnen werk. Ja, mij in het begin ook, maar we komen er wel. Nou en of, de winnaars van het cha-cha zijn Sam en Amy van de Schuthoek. En de grote beker gaat naar... Kampioen! De regenboog!